allemaal, welkom bij Fem. Ik heb al eerder video's gemaakt over hoe je wat gezonder kunt gaan eten. En ik weet dat best wel veel mensen toch nog wel eens moeite hebben met het binnenkrijgen van voldoende groenten. En ja, groenten zijn natuurlijk hartstikke goed voor je. Dat weet iedereen. Er zitten vezels in, vitamintjes, antioxidanten, bla bla bla. Het is hartstikke goed voor je. Maar het kan ook nog eens heel erg lekker zijn. In deze video wil ik jullie tips geven over hoe je net wat meer groenten in je voedingspatroon kunt verwerken. En ook hoe je ze nog wat lekkerder kunt maken. Nou, kijk mee en dan ga ik het allemaal aan jullie vertellen. Als je denkt aan groenten, dan denk je misschien aan spinazie, boontjes, bloemkool, worteltjes. Nou ja, in elk geval vaak de gekookte varianten. En die zijn helemaal niet zo lekker. In elk geval, ik moet zeggen, ik hou er niet van. Sommige mensen wel, ieder zo zijn ding. Maar vaak als je niet zo dol bent op groenten, dan komt het vaak doordat de bereidingswijze gewoon niet lekker is. En ik weet nog, mijn moeder die kookte vroeger thuis heel vaak de groenten. En hadden weer zo'n schaal bloemkool op tafel staan. Dan dacht ik, dat ging er bij mij gewoon echt niet in. En later, toen ik op mezelf ging wonen, toen merkte ik dat andere bereidingswijzen een enorm verschil maakten. En nu ben ik er echt dol op. Deze twee pannen zijn tegenwoordig mijn beste vriend. Als eerste een grillpan. Oh, als je groenten grilt, het wordt zo lekker. Het krijgt een bepaalde zoetige smaak en het is gewoon zoveel beter dan een gekookt stukje paprika, om het zo maar even te noemen. Meestal gooi ik paprika's in de wok, champignons, worteltjes doen het ook goed in de wok. Wat nog meer? Oh ja, courgette uiteraard gaat er mij ook vaak in. En als je dat grilt, oh, het wordt zo ontzettend lekker. Nou, de andere pan, de wok. Ook wel dit maakt een enorm verschil. En wat ik heel vaak doe is, stel ik eet iets van aardappelen met een vleesvervanger. Ik ben vegetariër. En dan wil ik er toch nog even wat gewone groenten bij hebben. Dan snij ik gewoon wat groenten fijn. Ik gooi het hup in de wok, een beetje olie erbij. En het is zoveel lekkerder dan wanneer je het zou koken. Geloof me. Deze twee pannen maken echt een enorm verschil om groenten lekkerder te maken. Heel vaak zeggen mensen van, oh, ik hou niet zo van groenten. En dan denk ik van, hoe kan dat? Er zijn zoveel mogelijkheden. En er zijn zo ontzettend veel soorten groenten dat er altijd wel iets tussen moet zitten wat je lekker vindt. Tuurlijk, je hoeft niet alles lekker te vinden. Ik hou ook niet zo van spruitjes en boontjes maak ik eigenlijk ook nooit. Maar er zijn wel andere dingen. Bijvoorbeeld courgette eet ik heel erg veel. Ik vind spinazie door een salade heen wel heel erg lekker. Ik eet veel paprika, champignons, bimi van die baby broccoli vind ik ook hartstikke lekker. Groene asperges, noem het maar op. Er zijn zoveel mogelijkheden. Dus probeer gewoon wat. Probeer verschillende bereidingswijzen. En op die manier ontdek je vast wel iets wat je lekker vindt. Wat ook nog kan helpen is om groenten op wat meerdere momenten op de dag te eten. Heel vaak eet je bijvoorbeeld alleen maar groenten tijdens het avondeten. En heb je overdag bijvoorbeeld brood en zo gegeten. Dan komt het er niet echt van. Maar er zijn juist nog wel wat andere momenten waar je heel erg goed groenten kunt inpassen. Ik begin 's ochtends eigenlijk al bij mijn ontbijt. Ik maak heel vaak een roereitje. En dan doe ik er nog wat dopertjes doorheen. Doe er nog wat tomaat bij. Super lekker. Of soms eet ik ook gewoon nog een beetje paprika en avocado bij mijn ontbijt. Een hele makkelijke manier sowieso zijn smoothies. Je kent natuurlijk wel de fruitsmoothies, maar wat ook super populair tegenwoordig is, dat zijn de wel bekende groene smoothies. En ik moet zeggen dat ik dat niet zo vaak doe, maar dat is wel echt een super makkelijke manier om bijvoorbeeld wat meer spinazie binnen te krijgen. Sowieso donkergroene bladgroenten zijn gewoon super goed voor je. Wat ik dan wel eens doe is dat ik één banaan, een handje mango, een handje ananas en twee handjes spinazie in de blender doe. En dan krijg je gewoon een super lekkere smoothie waarbij je de spinazie niet eens proeft, maar wel binnenkrijgt. Als lunch maak ik heel vaak een salade, maar wat ik ook heel vaak doe is dat ik groente op brood eet. Dus dan doe ik wat tomaat of wat avocado erop, een beetje peper en zout erbij. Super lekker, ja, ik hou ervan. Maar je kunt bijvoorbeeld ook nog dingen met komkommer doen of als je wat gegrilde groenten in de koelkast hebt liggen, doe je die op brood, een beetje hummus erbij. Zo lekker, oh, ik hou er echt van. Nou, er zijn dus nog meer mogelijkheden voor de lunch. Verder eet ik het ook best wel vaak als tussendoortje. Dus dan heb ik bijvoorbeeld worteltjes, reepjes paprika, reepjes komkommer. Soms eet ik ze gewoon zo. En andere keren maak ik er een hele lekkere dressing bij. En dan dip ik het er gewoon in. En dan heb ik ook weer wat groenten binnen. Nou, bij je avondeten is het natuurlijk redelijk makkelijk. Maar stel je denkt van, goh, ik zou toch nog wat meer groenten willen. Denk dan vooral aan soepen en aan sauzen. Ik maak bijvoorbeeld heel vaak een linzensoep. En daar gooi ik nog een paprika in. En daar gaat nog een ui in. Gaat allemaal tomaat in. Nou, en op die manier vul je zo'n soep heel erg en wordt het gewoon gezond en gevuld en heb je meteen weer heel veel groenten binnen. En daarnaast kan het ook nog wel helpen om gewoon zelf bijvoorbeeld sausen te maken. Ik doe dat altijd met pasta saus en dan maak ik gewoon zelf en dan allemaal tomaatjes erin, wederom paprika.
jullie merken wel wat mijn favoriete groenten zijn. Maar goed, dat gaat er allemaal in. En het is veel lekkerder. En het is een hele makkelijke manier om nog meer groenten binnen te krijgen. Dit was een heel verhaal. En ik heb echt het gevoel alsof ik echt hier aan het hameren ben. Eet meer groenten. Dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar het is meer als je denkt van, goh, ik weet niet helemaal hoe ik groenten in mijn eetpatroon in kan passen. Nou, hopelijk heb ik jullie hiermee wat tips gegeven. Heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En tot de volgende keer. Doei! Als jullie kijken naar Fem, ik ga vandaag laten zien hoe ik deze chai tea latte maak. En voor de mensen die niet weten wat een chai tea latte is.